Oh, ja. Wat voel je? Nee, ho, stop. Eerst, nee, moment. Je verpest het moment, Bryson. Oh, je bek. Ik snap de liefde echt nog niet. Nee. Wat voel je voor degene die het gestuurd heeft? Hartstikke veel vlinders in mijn buik natuurlijk. Ja, echt? Voel je het ook? Nee, sorry. Spijt me. Damn. Hallo, jij kijkt naar een nieuwe podcast en het is vandaag Valentijnsdag. Heb jij Valentijn, Bryson? Ik wel. Oh, en wat heb je er gegeven op hem? Niks. Nee? Nee. Hij is zeker skeer. Maar wij wilden een leuk item maken en dat wilden we op de Noordgo doen. Maar Noordgo had iets met AVG-rechten. Kunnen ze allemaal niet uitvoeren. Wat dan? AVG-rechten? Ik zeg gewoon bah. Bah. Nou ja, AVG-problemen. En daarna wilden we de politie wat gaan doen. Maar de fuckers hebben gekozen voor RTV West. Ja, ze wilden... Omroep West. Omroep West hebben ze gekozen. Dus Johan, jou gaan we ook nog opzoeken. Maar wij hebben wat leuks bedacht. Wij hebben op de story gezet van... Hey, stuur jouw Valentijnsberichtje naar ons toe en wij brengen jou een kaart. Wat gaan we nog meer brengen? Want een kaart is niet genoeg. Ja. Mooie roosjes, bloemetjes. Dat is leuk. Ja. En als ik gewoon aan het gesprek dan ga voeren, want ik heb verstand van liefde, jij nog niet, dan hou jij de rozen vast. Ja, yeah, dat ga ik doen. Ja. We gaan eerst even kaarten halen, rozen halen, et cetera. Dus kom er vanaf, kom. Gaat het niet om een auto zitten, mafketel? Ja. Hallo, wij komen rozen halen. Ik heb het gehoord, ik ga ze voor je pakken. Leuk, waar is René? Weet ik niet, weet jij maar niet. Die is gauw weg. Ik wil René spreken, een vriend van de show. Dat is waar, die beetje ongemakkelijke manier. Die ja. Maar wel lief. Ja. Kijk, dat zijn, jij zit op het Welland, wat zijn dit voor, wat zijn dit voor dingen? Bloemen met blaadjes en stokjes. Mag ik gewoon de bloemen? Dankjewel. En dit hebben we gekregen van de Uiver. En wat haal je bij de Uiver? Planten en bloemen. Als we nou een beetje zuinig aandoen, kunnen we wat voor je vriendin overhouden? Dat zou eventueel kunnen, ja. En wat zeg je dan? Nee. Opschieten, want we hebben over 5 minuten afspraak bij de Visser het Hoofd. Let's go banana's. Congrats, dude. Ik denk aan je. Jij bent kei leuk. Good luck vibes. Oh, een dikke stift. Ja, is goed. Hebben we nog blaadjes om naam op te schrijven? Nou, ja, we hebben een beetje haast, dus lekker geproduceerd dit. Super. We hebben haast. Schrijven. Kom op. Rennen. Wat? Rennen. We hebben haast. Kom op. Ze hebben weer komkommers. Wat een kutproductie. Je gaat helemaal mis. Ben jij Ben? Ja. Ja, man. Ben, we hebben een verrassing voor jou. Ja. Ja. Heb je al een idee? Ja. Oh. God. Oh, nee. Nee. Nee? Nee. Oh, oké. Okay. En nou, ik heb hier een... Wat ben je aan het doen, Bryce? Ik was dat jongetje uit shot aan het halen. Okay. Want het was alleen Ben. Concentreer je even op dit gesprek. Lukt niet. Kom even bij Ben staan. Ben, ik heb een mooi kaartje voor jou. En mag je hem voorlezen? Nou zeg, wat is dit dan? Niet op letten hoor. Niks mis met homo's. Nee, niks mis met homo's. Je moet wel blijven staan, want je draait helemaal. Ja, ik moest even... Ik ben blij met wat je van mij hebt gedaan. Ach, en van wie is die? Denk je? Van Nick. Nick, en heb jij, wat heb je voor Nick gedaan? Helemaal niks. Ik dacht, ik had zo'n mooi pianomuziekje en het stopt gewoon direct, weet je? Nee, maar echt serieus, helemaal niks. Wat wil je tegen Nick zeggen? Dat hij een lul is. Doei Ben! Hey, nummer 1 is geslaagd. Nummer 1 wel. Draai de camera, oh nee, AVG, shit, dat kan niet. Huts. Bryson, dit is leuk. We hebben 2 vriendinnen die elkaar wat willen zeggen. Oh, ja. Maar, oké. Okay. Ja, en we gaan ze even goed duidelijk maken dat vriendschap nooit voor eeuwig is. Althans niet vaak. We gaan de vriendschap doorboren. Ja. Keihard. Platstampen. Ja, we staan bij het Rijnmond en ja, dat was hem. Ik zie een schep. Ja, kijk, dat schept wel een band. Huts. Bryson wil de fiets staan. Nou, dit is... Mag ik wel nog erover? Ja. Dit zijn... Julia. Angela. Ja, en jullie hebben een kaartje naar elkaar geschreven. En wat mij leuk lijkt is dat jullie dan het kaartje naar elkaar gaan voorlezen. Ja, ik had geen envelop meer. Schiet op, ik heb niet veel tijd. Pak jij hem ook alvast maar uit. Ik wil je nooit meer kwijt. Je bent de allerlief... Je bent er altijd voor mij. Oh, wat lief. Volgende. Ik wil zeggen dat ik je nooit meer kwijt wil. Och. Jij hebt straks een vriendje, jij 5 katten. Nee, en ik dan... heb een vriendje. Ja, zij 5 katten. Ik heb 6 katten. Oh, ik heb het dus verkeerd ingeschat. Ja, oké, okay. Maar dan denk je dat je over 10 jaar nog steeds... Dan denk ik dat je over 10 jaar nog steeds elkaar niet meer kwijt wil.
Over 20 jaar? Ook niet. Maar ik zou je wel vertellen, zo werkt vriendschap niet. Julia wil graag een sticker op haar telefoon. En dan gaan we even regelen voor haar. Nee, dit is mooi. Dan is het niet. Nee, dat klopt. Nee. Hou je bek. Oh, wil je het op je telefoon of op je hoesje? Hier, een telefoon. Alsjeblieft. Zo maken we iedereen weer blij met Valentijnsdag. Huts. Hey. We willen Pralissimam Duldam een roosje geven. Oh, wat aardig. Ja. Met als reden. Sorry? Met als reden. Nou, het is Valentijn. Oh, oké. Okay. Ja. Een stukje mandarijn. Ja. Oh. Huts. Hey. Kom eens hier. Ik ben toch een Valentijn? Ja, jullie ook? Hartstikke. Ja. Ja. Wat hebben jullie vanochtend gedaan? We hebben twee mensen verrast. Eén geval was dat er een dame die wilde haar vader bedanken. Want die dame is ziek en haar vader zorgt goed voor haar. En die hebben we verrast op zijn werk. Ja, en waarom mochten wij niet mee dan? Mochten jullie niet mee? Ja, had dat even aangegeven. Dan hadden jullie ook meegemogen. Je hebt voor RTW West gekozen. Ik kies helemaal niks. Die komen bij ons op de lijn en die mogen mee, tuurlijk. Ja, ja, ik zal het wel minder pijnlijk voor je maken. Okay. Maar wij waren een beetje boos en toen dachten we, ja, we waren een beetje boos. Moet je niet doen, joh. Moet je niet een beetje teleurgesteld dat wij niet mee mochten. Kom gelijk op de lijn en natuurlijk kan je niet mee. Ja, jullie moeten aan ons denken. Ja, we denken ook altijd aan jullie, maar net zo goed aan Omroep West. Ja, oké, dat wordt toch van anderen dan. Nou, alsjeblieft. Ja, dankjewel. Heel vriendelijk bedankt. Ja. We stellen een prijs. Ja. Ja. En Bryce heeft nog een vraag. Weet u wat een shank is? Een shank? Ja. Nee, sorry. Die shank belemmert je op je heup als je rent. Oké. Okay. Een niffie, ja joh. Ik moet echt nog een jongere taal leren. Ja, straatwoordenboek.nl, die raadpleeg ik wel eens. Komt het daarop voor? Misschien. Als er een shank op u voorkomt, dan is er iets niet goed. Oké, nou ik ga het gelijk raadplegen. Ik ga het weer goed maken. Ik geef je toch een normale roos. Want sympathiek. En volgende keer denk je als eerst aan... Potkant natuurlijk. Yes! Ja. Oké, dankjewel. Oké, goed zo. Yo. Hoi. Huts! Het duurt wel lang, maar we zoeken Margot. En Margot zit in de derde. En dat moet ze dan hier uitkomen, als het goed is. We kunnen ook gewoon gaan en gewoon achter de fiets ook en zodra we te zien. Surprise. Ja, ik weet niet hoe ze eruit ziet. Ik ook niet. We zoeken Margot. Nee, die zit volgens mij nog op school. Oké. Doei. Dat meisje leek op een olifant. Dat kan je niet maken. Ben jij Margot? Hallo, ja Huts, zoek Margot. Oké, komt eraan. Margot? Iemand Margot? Wat een rare naam als je het te vaak zegt. Margot. Hoe ziet Margot eruit? Margot? Ik zoek Margot. Weet je wie Margot is? Oh, kom eens hier. Oh, kijk, je mag in het midden staan. Met je fiets, ja, is goed hoor. Hallo Margot. Hoi. Hoi. Ik heb een kaart voor jou. Ja, dat hoorde ik al. Oh, waarom kunnen die kattenkers nou niks gewoon geheim houden? Politie, waar? Oh shit, oh kut, mijn auto staat verkeerd. Film dan! Lieve Margot, ook dit jaar ben je aan de beurt. In de camera kijken. Moet ik het weer lezen? Ja, opnieuw. Lieve Margot, ook dit jaar ben je aan de beurt. Oh, wat lief. En van wie heb je die gekregen? Ik veel. Nou, eigenlijk weet ik het wel. Wie dan? Tim. En is Tim jouw vriendje? Nee. Ik heb een andere vriend. Ai. En wat zal je bedoelen met vandaag ben jij aan, of dit jaar ben je aan de beurt? Ja, Tim loopt altijd een beetje mee met de kutten. Dus ja. En noem dat details? Ja. Hij wil me altijd voor lul zetten. Laten we het daar bij jou. Oh, dus dit was helemaal niet gemeend? Nee. Oké, hang die maar boven je bed neer. Ja. Bryce heeft wat moois voor jou. Dat is van Tim. Dankjewel. Ja. Ja. Wil je nog wat tegen Tim zeggen? Tim, we zijn geen vrienden meer. Oké. Dag Tim. Zeg maar Huts. Hoezo? Zeg maar. Nee. Huts! Nou, zou jij ook een speciale Valentijnroos aan mijn vrouw willen geven? Ja, krijg ik dan geen bekeuring? Jij krijgt van mij geen bekeuring vandaag. Oké, is goed. Waar woont ze? Even zeggen. We zijn bij het huis van Gerwin. Even bluren. We kregen bijna een bekeuring van uw man. Ja, terecht. En hij heeft mij gezegd dat als ik een bloemetje kon brengen of een roos bij u dan kon brengen, over. Dan krijg ik de bekeuring niet meer. Scoort hij punten dan of niet? Ja, maar scoort hij ook punten bij jou? Hij altijd. Kijk, nou, een roosje voor mevrouw. Dat vind ik lief. Ja. Wil je wat liefst tegen je man zeggen? Ik hou van je.
Man, ik hou van je. Stop de microfoon aan. Nou, ja. Ja. Ik heb nog een leuk project voor je. Wat dan? Maar het moet even uit. Huts! En we zijn ready voor het moment suprême. Yes, moment suprême. Een echte anonieme liefdesbrief. De eerste echte. Ja, aan Tijmen. En volgens mij heeft hij al iets door. Maar zijn les is uitgevallen, dus we moeten thuis bij hem bezorgen. Dat gaan we nu doen. Ja, oké. Okay. Huts! Hallo? Videobel hem. Oh! We hebben ooit een gesprek gehad. Oké. Okay. Racefront camera. Tijmen, waar ben je? Nee, dat doen we niet. Oh, maar wil jij wel in beeld dan? Ja, ik vind het niet erg. Oh, kom even naar buiten, dan gaan we even verderop staan. Tijmen, we hebben je gevonden. Hallo. Hallo, waarom staan we hier? Ja, volgens mij heb ik een Valentijnsbrief gekregen. Oh, en waarom staan we niet op school of bij jou thuis? Ja, dat heeft zo zijn redenen, maar ik bij school niet omdat ik uitvalt. Oké, maar dit is een mooi romantisch plekje, want eigenlijk is dit het moment suprême van de hele video. Ja. Ik heb de mooiste kaart voor jou. Ja. Tijmen. Ja. Mag jij rustig, met een mooi dichterlijke voice, mag jij hem gaan voorlezen? Ja, is goed. Oh, laten we even deze kaart zien hoe mooi die is. Prachtig. Voor een koele jarige. Ja. Je bent een beetje jarig vandaag. Half. Ja. Soort van. Dan ga je gang. Ja, is goed. Wacht. Top. Start de muziek. Lieve Tijmen, sinds wij bij elkaar in de klas zitten heb ik vlinders in mijn buik. Elke EU-les maakt mijn dag. Mooi. Oh, dat is één zin. Ja, mooi. Elke EU-les maakt mijn dag mooi. Ik hoop dat we nog mooie herinneringen samen hebben. Zet. Ga maken. En misschien dat je hetzelfde voelt voor mij. Sorry, ik ben echt half dyslectisch volgens mij. Ik schrijf wel kut. X anoniem. Ja. Oh, wat lief. Hartstikke lief. Oh, ja. Wat voel je? Nee, ho, stop. Moment. Je verpest het moment, Bryson. Ik snap de liefde echt nog niet. Wat voel je voor degene die het gestuurd heeft? Hartstikke veel vlinders in mijn buik natuurlijk. Ja, echt? Voel je het ook? Nee, sorry. Spijt me. Damn. Weet je van wie het is? Ik denk het wel. Van wie dan? Van Mout. En voel je niet hetzelfde voor Mout? Nee, ik denk ook niet dat Mout hetzelfde voor mij voelt. Maar, het is een meme. Misschien, ik ben bang van wel, maar ik hoop het. Ja, maar stel dat het niet zo is, dan is het wel heel zielig, hè? Ja, dat is best wel zielig. Mout, ik vind je hartstikke aardig hoor, maar niet op die manier. Bryson! ik heb een roos. Ja. Ik heb ze al de hele dag in mijn handen. Dus ze zien er niet meer zo best uit, maar ja, kijk. Dankjewel. Alsjeblieft. Ja, nou, succes. Dankjewel. Mee. Ja. Blijf maar staan, jij. Kom, Bryce. Huts! Nou, dan komen we de laatste aan en die is voor Amy. En Amy is op excursie. En als het goed is, komt de schoolbus zo aan. Schoolbus! Maar dit is echt liefde. Dit is volgens mij niet een geintje. Ook geen meme. Nee, dit is echt liefde. Volgens mij, en ik kan het gewoon voor mij zeggen, het is van Thomas. Oké, die ken ik niet, maar leuk. Ja. Ja, dat er toch nog mensen serieus doen. Ja, stom. Huts. Ik ben wel benieuwd waar de trip naartoe is geweest. Ik ook. Ik denk naar de Keukenhof. Ik weet niet hoe ze eruit ziet, maar toevallig is Pauline er. Ze loopt naar ze rent achter de bus. Hallo. Dit is Amy. Hi. Ja, sorry, je was de laatste vandaag. Ja. Dus de roos ziet er niet meer zo mooi uit. Nee, dat maakt niet uit. Ik vind het hartstikke lief. Van wie denk je dat je die gekregen hebt? Ja, van Thomas. Weet je wel zeker? Dat is mijn vriendje. Ja, maar misschien is wel iemand anders wel verliefd op jou. Oh, nou dat kan ook. Oké, waar is de kaart? Een kaart. Stagiair, de kaart. Stagiair! Ja, die mag jij geven, Bryson. Kijk, en hij heeft ook een kaart. Let's go bananas. Moet je even laten zien de voorkant. Let's go bananas. Ja. En ik wil dat jij hem heel mooi voor gaat lezen. Lieve Amy, ik hou van jou. Ja, hij tikte joh in plaats van jou, denk ik. Oh. Ik hou van joh. Nou, heel leuk. Leuk. Wat wil je tegen Thomas? Misschien is het Thomas, misschien is het wel heel iemand anders. Maar wat wil je tegen diegene zeggen? Ik hou ook van jou. Mooi. We sluiten meteen mee af, Bryson. Ja. Wat vond je van deze dag? Ik vond het leuk. Ja? Ja. En wat heb je geleerd nogmaals? Dat ik mijn vriendinnetje ook een cadeautje moet geven vanavond. Precies.
Wat ga jij vanavond nog doen? Ik ga naar Thomas. Leuk. Ik hoop dat ook de kaart van Thomas was. Mensen, ik wens jullie allemaal een hele fijne Valentijn en een gelukkig, heel liefdevol jaar tot aan volgende Valentijn. En ik hoop dat jullie een leuke video vonden. Doe een blauw duimpje omhoog, doe een belletje, abonneer, etcetera, etcetera, etcetera. En doe een shout-out naar al die andere mensen die daar staan. Oké. Doen. Huts.